De Heintje Hoeksteeg in het Wallengebied wordt 's nachts afgesloten met hekken. Dat heeft de gemeente besloten. Al meer dan een jaar pleiten omwonenden vanwege overlast voor een nachtelijke sluiting van de steeg. Wij hebben wel langer voor moeten vechten, maar nu gebeurt het. Het is niet normaal als je 's ochtends buiten komt en er ligt een drol op je stoep en je moet hem wegvegen. En er ligt daar een mes in de plantenbak en er liggen daar drugsresten. En daar zitten twee of drie mensen die er helemaal niet horen. Dus dat hek lost dat soort dingen op voor ons. En voor de rest heeft er niemand last van. Dus ik denk, ja, waarom niet dan? De komende maanden wordt onderzocht op welke tijden mensen de steeg niet meer inwogen. De verwachting is dat de afsluiting begin volgend jaar ingaat.